AZ en PEC Zwolle. Lichtshow hier in het stadion. De eerste wedstrijd van AZ onder interimcoach Maarten Martens. Zijn debuut als hoofdtrainer van AZ gaat hand in hand met het debuut van de Serviër Christian Belic op het middenveld. En wat levert dat dan op deze koude zaterdagavond in Alkmaar tegen PEC Zwolle? Klaasie. Balletje verlengd door Dani de Wit, nog altijd speler van AZ. Al is er belangstelling voor de aanvallende middenvelder. Een andere Letje zou in de markt zijn. Eerste actie van Lachdo was daar, maar dat levert balverlies op. Sterker nog, PEC Zwolle kan in de aanval en kan hier gaan scoren. Moet hier gaan scoren, dat is een echte kans. Maar de bal hard op de lat geschoten door Villanos. Hier toch serieus goed aan het werk gezet. Even uit balans, maar uiteindelijk toch in kansrijke positie. De paas van Davy van den Berg. En ook wel een beetje pech bij de afronding. Bazour. Pavlidis, de Wit. Zij moeten het doen daar. Pavlidis wandelt er bijna doorheen en komt tot een soort van doelpoging. Half vallend. Bazour, Casius aan de linkerkant. Controle is goed. Bij Denzo Casius. Martens Indy. Pavlidis verwachtte de voorzet. Die nu komt. En dat is een goede bal. Pavlidis recht op Schendelaar af. Bazour. Dit is goed gevoetbald door AZ. Klaasie. Lachdo, Pavlidis eerste paal en Schendelaar met een toch wat vreemde reactie. Hoekschop, Bazour. Martins Indy en helemaal vrij Pavlidis. Dat is pech zeg. Zoals Velanas aan de andere kant. Er wordt hier nog hens geclaimd door Penetra die ook de mogelijkheid krijgt. Maar de kans voor Pavlidis is natuurlijk echt groot. En dat is meestal wel prijs bij Pavlidis. Zij namen dus uiteindelijk toch de beslissing. Directeur voetbalzaken Max Huiberts en algemeen directeur Robert Eenhoorn om afscheid te nemen van Pascal Jansen. Daar ligt inderdaad de ruimte goed gezien door Van Polen. De paas is ook precies goed. Reinders heeft McNulty bij zich. Kan het ook zelf doen. Reinders, korte hoek. En een moeizame redding van Owusu Oduro. Prima aanvalsopzet. Met name de paas is goed van Polen. En dan Reinders, die ook wel profiteert van de loopacties van zijn ploeggenoten. De hoekschop en de kopkans, vrije kopkans, voor Christian Belic. Martens Indy. De Wit wat uit balans. McNulty. Lachdo. Wordt het een hoekschop? Ja, het wordt een hoekschop. McNulty heeft die bal als laatste geraakt. Bazour slingert hem voor. En gelijk heeft hij, want daar zit hij er bijna in. En in tweede instantie is dat een geweldige redding van Schendelaar. Vorige week al uitblinken voor PEC in de wedstrijd tegen Heerenveen. Hier heeft hij eerst het geluk van de kruising en vervolgens de reflex. Reuze kans voor Pavlidis. Maar geen doelpunt. Dit is een schitterende paas van Klaasie. Dat is het hoogtepunt van de avond. De dusver. Lachdo wordt wat uit balans gebracht door McNulty. Maar het wordt niet als overtreding beoordeeld door de scheidsrechter. Lachdo en Van den Berg hebben het met elkaar aan de stok. Splijtende paas van Klaas hier. Het levert het alleen geen doelpunt op van Lachdo. Kersten. Die kwam van ver van Polen. Ruimte ligt bij Reinders. Van Polen heeft weer de trap in huis om Reinders in stelling te brengen. Eliano Reinders.
kan Peck een keer toeslaan. Dat is zo. Na de missen van Martins in, die scoort Lennart T. En Peck Zwolle staat op voorsprong. En dus kan hij wel even zuchten, Maarten Martens. Weer een doelpunt voor Lennart T. Dat is al zijn vierde in de laatste drie wedstrijden. Natuurlijk moet Peck Zwolle wat geluk hebben bij het tot stand komen van dit doelpunt. En wat een misser van Martins Indy. Het is 0-1. Adai, bal valt meteen goed voor hem. Adai gunt de kans aan Pavlidis, die rustig blijft, maar de bal niet tussen de palen krijgt. Bazour. Martins Indy. Oh, dat is Hens uit de draai geschoten, Pavlidis en de redding van Schendelaar. De bal op de arm. Bazour. En weggehaald door Kersten en dan zegt de scheidsrechter, ik heb al iets ingefluisterd gekregen van videoscheidsrechter Alex Bos. Ik ga naar het scherm om te kijken of er misschien sprake is van opzettelijk Hens of van strafbaar Hens. Daar Lam. En die arm heel onnatuurlijk omhoog bij Davy van den Berg. Penalty AZ. Pavlidis, het is 1-1. Geen twijfel bij de Griekse spits. Uit voor Adai, Mullenwolven tegengehouden door Kersten. Nu kan Zwolle misschien wat gaan doen met 5 man op de helft van AZ. Namli aan de bal, Namli is er langs. Namli kan schieten en hier is de treffer. En de vlag voor buitenspel blijft omlaag. Peck Zwolle staat weer op voorsprong. Velanas doet het. 1-2. Een mokerslag voor AZ. Dat na de gelijkmaker van Pavlidis dacht aan het winnen van deze wedstrijd. Maar nu staat het weer achter. En Velanas schiet knap raak. Dat moet in één keer goed. Dat gaat in één keer goed. En voor de tweede keer vanavond staat Peck Zwolle op voorsprong. Het zijn zeker niet de eerste die naar huis gaan op deze koude zaterdagavond. Derde minuut extra tijd. Casius. Valt de bal nog een keer goed voor Pavlidis? Dat is eigenlijk de vraag. Of voor Odgaard hier niet. Van Polen kopt weg. Dan heeft AZ nog een hoekschop te pakken. Gaat hij mee naar voren? Niet heel overtuigend, maar hij is er inmiddels. Rome Jaden Owusu Oduro. Kijkwaker van Mijnans. 2-2. Dan valt de bal toch nog een keer goed voor AZ en is het gelijk. Schitterend moment voor Mijnans, die dus niet alleen zijn rentree maakt na blessure leed in deze wedstrijd, maar ook scoort. En een belangrijke goal. Weer gaat het mis voor Zwolle in de extra tijd. En AZ ontsnapt aan een nederlaag. Dat zou de derde op een rij zijn geweest. Het ontsnapt aan de nederlaag tegen Peck Zwolle dankzij invaller Sven Mijnans.